Op een mooie dag in september 1989 is de stad Parijs een muzikaal monument rijker geworden. Op een steenworp afstand van de voormalige Hallen en het Centre Pompidou staat de statige Saint-Eustache, een kerk met een rijke traditie van religieuze muziek. Het nieuwe orgel is gebouwd door de Nederlanders Jan en Peter van den Heuvel. Op ambachtelijke wijze werd een van de grootste mechanische orgels ter wereld gebouwd. 5 klavieren, 101 stemmen en 8000 pijpen vormen voor de vaste organist van deze kerk, Jean Guillou, het mooiste instrument van deze eeuw. In deze uitzending speelt hij de Fantasie en Fuga op de tonen B.A.C.H., Bach dus, waarmee de componist Franz Liszt eer betoonde aan Johann Sebastian Bach.